idee ontstaat ook in met gesprekken met de regisseur. Je doet het samen. Ik weet, je moet nooit echte historische kostuums op het toneel zetten. Want dat ziet er stoffig en verdragen uit en zo. Maar zoals ze tegenwoordig doen met een spijkerbroek, daar geloof ik ook niet in. En eigenlijk was het wat ik het liefste deed. Dit vind ik zelf een van mijn beste tekeningen. Kijk, dat is een kwaaie tante. Die boetseer ik en dan laat ik het diep trekken. Op het toneel lijkt dat bloot. Ja. Met een netje eroverheen om de zaak bij elkaar te houden. En dan wil ik uiteindelijk dat er een berg ontstaat. En het eerste wat hij zei, dan moet je gaan praten met Herman van Elteren in Monnikendam. Geen kundiger man die dat zo mooi kan doen. Was jij de vaste decorbouwer van jou? Ja, een jaar of 10, 20 ben ik vast ontwerper geweest. Het was heel prettig. Het leuke van mijn werk is dat je de ene ogenblik zit je in intens burgerlijk Nederland en dan zit je in de Renaissance in Italië.